En de heat is on hier met een nummer van Boom Petit van Anton Goudsmit. En zij komen bij mij aan tafel om te praten over dit prachtige project. De New Rotterdam Jazz Orchestra. Welkom, Anton en Loek. Welkom. Oh nee. Dat laten we gewoon zo. Ja, okay. Je voelt je wel vrij hier in het orkest, hè? Ja. Tussen deze jongens. Nou, het is een heel vrij orkest. Ja. Het zijn allemaal muzikanten die al zelf een heleboel initiatief nemen. En waar ik ook al heel veel mee heb gewerkt. En waar ik heel veel bewondering voor heb. Dus, Neem me nog even mee naar dit nummer, Boom Petit. Want het schoot bij mij was echt de eerste alle keer kanten dat, op. Het was de eerste keer dat we het speelden. En dat zegt eigenlijk al genoeg. Dat dan al zo geolied gaat. En dat nog met een invaller op drums ook nog. Dus ja. Maar je hebt origineel dit geschreven voor Blocktones? Of? Ja, nou, gewoon. Het is een liedje. Aha. Ja. Dus. Maar er zit iets Zuid-Amerikaans in? En... Ja, het is een hele oude, inderdaad. Een hele oude? Het is mijn eerste gekke groefje, zeg maar. De allereerste die ik ooit heb gemaakt. En dit arrangeren jullie samen? Of is er één iemand die bij jullie het werk doet? Nou, eigenlijk bij ons in het orkest arrangeert bijna iedereen. En schrijft ook muziek. Dus we doen eigenlijk een soort collectief. Okay. Dus echt iedereen kan eraan meewerken. En dat hangt natuurlijk een beetje van het project af, wie het beste wat kan. Weet je wel. Ja. Maar in principe schrijft het iedereen... Dus dat is te gek. En het leuke is ook bij deze dat het is, hoe noemde Johan dat nou? Modular arranging. Ja, dus ter plekke, want ik kan eigenlijk niet zo goed arrangeren. Of niet. En je hebt verschillende melodietjes die er doorheen passen of die op het stuk zitten. En die kan iedereen zelf kiezen wat je speelt. Dus het is niet zo van, okay, dan en dan staat dat er. Nee, je hebt er eigenlijk meteen al keuze uit vier dingen. En met dit soort muzikanten kan dat ook. Dat je mensen eigenlijk zelf bepalen wat ze spelen. Maar het zou dus zelfs ook zonder thematisch materiaal zou dat kunnen. Is dat nieuw, zo'n werkwijze? Of? Nee, Dat doen ze, maar wij proberen eigenlijk met een grotere bezetting. Dus wat jij zegt, gewoon met zo weinig mogelijk papiertjes... toch zo snel mogelijk iets te maken. Eigenlijk net als met een klein beentje. Je zou met deze mensen die hier stonden... zijn een heel seizoen vrije geluiden kunnen vullen. Want ze zijn bijna allemaal bandleiders. Ze zijn allemaal bandleiders. Ja. Wat is de creativiteit precies hier alleen in dit orkest? De inbreng van de stukken alleen al. Ja. En het bewerk van het stuk en de ideeën tijdens de repetities. En, buiten dat iedereen creatief is, zijn het ook allemaal solisten. Weet ja. je wel? En die ik ook... Graag ik vind wat het te gekke solisten horen. Allemaal. Ja. Dus... Ja. Ook, dus eigenlijk is het, ja, heel breed. Het lijkt mij juist moeilijk om die juist in het gareel te houden in nou, een ja, grote het is, band. Ja, dat doen ze dus zelf, want iedereen werkt ook met iedereen ook in een andere situatie. Voor mij 20 jaar geleden, toch? Nou, 20 of 15 jaar geleden had hij een bandje samen met de andere, zeg maar, echt, initiatiefnemer van het Rob van de Wouw. Rob van de Wouw en Johan Plomp, die met z'n drieën houden, zeg maar, zorgen ze dat het ook echt mensen bij elkaar komen en zo. Kun je iets te zeggen over de samenstelling van het orkest? We hebben eigenlijk een soort groep rieten, noem ik het. Mm-hmm. Het is ook echt, die mensen, zeg maar, die hele rietsectie, die spelen dus niet saxofoon. Maar die spelen ook contrabas, klarinet. Cantini, die speelt dat. Die speelt basklarinet, die speelt klarinet. En sopraansax. Dus het hele riet, de hele familie, die kunnen we gebruiken. Dus je hoeft het ook niet als een sectie te zien. Soms is gewoon de basklarinet speelt de bas met de tuba. En dan hebben we dus, buiten dat zij dus al die klanken kunnen maken... hebben wij nog een soort kopersectie met horen en tuba... wat natuurlijk een heel karakteristiek geluid geeft. Een soort laagkoper, wat ik persoonlijk heel gaaf vind. Hoe Rotterdams is dit orkest eigenlijk? Wij zijn... Worden jullie gesponsord? We mochten niet de Randstad gebruiken van Randstad. Daar hadden ze patent op. Nee, ik heb met Rob van der Wouw samen het orkest opgericht ooit. Wij studeerden in Rotterdam. En toen was het ook nog wel vrij veel mensen die in het orkest zaten. Kwamen ook van het conservatorium. En in de loop der jaren hebben we steeds meer partners gekregen in Rotterdam. Ook Jazz International, de Doelen. Dus daar hebben we allemaal hele goede banden mee. En de gemeente ondersteunt ons, gelukkig nog. Dus... we zijn gebaseerd daar. De basis ligt daar. Maar goed, ja, de mensen die erbij komen... er zijn niet veel Rotterdammers, zeg maar, nee. erbij. Een orkest met toekomst? Ja, absoluut. Ja? Ja, zeker. Dat denk ik wel. Veel nieuwe ideeën en projecten al voor de toekomst. We hebben heel veel liggen. Mm-hmm. Ja, van alles. We hebben een project met Mark de Clive Lowe. Dat is deze. Dat is nog het oude orkest, Dat is nog het oude orkest, maar die komt ook nog uit, die plaat, op 5 februari. Aha. Als cd... Wereldwijd. Dit is een soort pre-release op LP, EP'tje.
En ja, we gaan weer waarschijnlijk een tournee doen met Ernst. En eerst met Anton natuurlijk. Ja, want dat is ook jullie kracht, hè? Met wat mooie artiesten en solisten. Ja, doen we ook. Ik wil nog even kort naar jou voordat jullie weer gaan spelen. Jij speelt vanmiddag hier op dit podium. Vanmiddag? Een kinderconcert. Ja. Toen dacht ik van, hoe breng jij iets van gitaar over op kinderen? Hoe ga je dat doen? Ja, ik heb het zelf eigenlijk nooit lesgegeven. Mm-hmm. Maar wel altijd heel veel plezier gehad met gitaarspelen. En dat nog steeds. En ik denk dat dat dan de doelstelling zou moeten zijn. Dat je kan overbrengen dat het ontzettend leuk is om gitaar te spelen. En zo hebben we het ook een beetje afgesproken met de organisatie en zo. En ik heb godzijdank John Buisman erbij gevraagd. En die is natuurlijk een cabaretier en een acteur. En die heeft ook nog veel met muziek en kinderen gewerkt. Met het Metropoolorkest een hele tijd geleden. 20 voorstellingen of zo. Dus die, ja, die weet ook hoe mensen reageren. En we in ieder geval dat we op een bank zitten. En dan speelt hij de blues. En dan volgens mij, en we hebben allemaal filmpjes opgestuurd en allemaal dingen die kant opgestuurd. En we proberen in ieder geval te zorgen dat het niet saai wordt. Okay. Het wordt een leuke middag. Ja, zeker weten. Jouw stuk, hè, gaan we luisteren nu. Ja. Waterboarding. Ja. Goeie groove. Ja, dank je. Ja, een mooi stuk. Dank je wel. Ik nodig jullie uit om te gaan spelen. Graag, dank dat jullie hier waren. Ja. We gaan luisteren naar een nieuw Rotterdam Jazz Orchestra.